Hoi, ik ben Tjarda en ik ben bijna blind. Voor één ding in het leven heb je je ogen niet zo erg nodig en dat is voor proeven. En een van mijn favoriete dingen om te proeven is chocola, voor wie niet. En Nederland heeft het best wel goed voor elkaar qua chocola. We hebben gewoon heel veel opties en dat is meteen ook mijn probleem. Hoe ga ik nou hier met al deze chocola kunnen vinden wat ik wil hebben? Om mijn perfecte chocola te vinden gaat de logica van mij werken. Ik weet precies namelijk hoe zo'n schap is ingericht en dat heb ik gewoon uit mijn hoofd geleerd. Dus niet per se alleen bij chocola, dat is overal zo. Alles wat goedkoop is, ligt helemaal onderop. Alles wat ze echt willen verkopen, de A-merken, dus de duurdere chocola, ligt een beetje op ooghoogte. Een paar andere trucjes, bijvoorbeeld Milka is altijd paars. Tony Chocoloni heeft ook allemaal verschillende, een beetje felle kleuren. Nou, we weten allemaal dat pure chocola heeft een rode wikkel. Nou, dat veranderen ze soms ook, dus dat is heel vervelend voor mij. En wat verder ook nog helpt, is dat wat duurdere chocolade, dus met veel puur erin, die hebben een buitenkant die heel erg luxe voelt. Dit is dan bijvoorbeeld. Dat voel je gewoon, dat is karton of zoiets. Nou, dat zou ook wel luxere chocola zijn. Maar ja, dan ben ik nog steeds nergens, want ik weet nog steeds niet welke ik moet nemen. Dus dan heb ik eigenlijk altijd hulp nodig. Of ik moet een foto maken, het vergroten, maar dan moet ik dat dus bij 10 repen doen.